top 10 heavy metal bands van Watch Mojo. Of nou ja, ik moet de video nog opzoeken omdat ik net de rock video heb afgemaakt. Dit is natuurlijk de of de specials. Ik dacht van ik maak top 10 rock bands en heavy metal bands om het jaar af te sluiten. Omdat er zoveel rock en metal legends gekomen en gegaan zijn dit jaar. Ja, maar die ga je nog wel zien. Ja, vooral in metal volgens mij. Maar. Dus ja, nou ja. De vorige video werd een beetje te lang. Hij was nog net niet te lang. Maar ik probeer hem nu wel wat korter te houden. Dus wat waarschijnlijk niet gaat lukken. Maar ik ga het proberen. Het is gewoon veel te leuk om over metal te praten. Nou ja, deze is 4 minuten te kort. Dus dat moet wel goed komen, denk ik. RIP Jeff Hanneman staat erboven. Aha, Iron Maiden. Jongens, Iron Maiden is best metal band. Ik bedoel, kom op. Ik hoef deze video niet eens te kijken, maar ik was er benieuwd naar. En ik bedoel, Maiden is best metal band. Kom op. Kom op. Een van de eerste black metal bands volgens mij. Ik heb vrij weinig van hen gehoord, maar wat ik gehoord heb. Ja, het is niet echt voor mij gelegd in mijn mening, maar ik ben nog niet echt met black metal bezig. Dus dit is een beetje een band voor mij op een. Of deze band. Deze band ligt op een grijs gebied voor mij. Dat. Ja, zo zei het, want ik heb gewoon nog echt weinig tot niks van ze gehoord. Dus. Ik kan er niet echt mijn mening over geven. Ik heb wel gehoord dat ze heel invloedrijk waren. Dat is wel belangrijk voor deze band. Populariteit, hoe invloedrijk je bent. Nou, natuurlijk hoe geskild je bent. Ja, wat nog meer, ik heb geen idee. Populariteit, houd die in je achterhoofd. Heavy. Their dark sound, combined with morbid lyrics and imagery, also made them forerunners of the extreme metal scene and heavily inspired thrash metal's Big Four. Lay down your souls to the gods, rock and roll! Oh my god. Echt, je moet gewoon een soort try not to laugh challenge maken en dan dat erin stoppen. Daar zou ik echt meteen gewoon van lachen. Oh my god, dat was gewoon echt vol Arnold Schwarzenegger op het einde of zo. Get to the chapa. Ja, ik heb geen idee. Ik probeer Venom niet belachelijk te maken, maar je kan soms wel een beetje. Of de zanger kan soms wel een beetje raar doen met zijn vocals. Zoals je daar hoorde. Want ik wou zeggen zag, maar ik ben de enige die de video kijkt, dus. Nummer 9. Populair, dat zeker. Ze hebben de Hole in Trinity van debuutalbum Motorhead. We heten Motorhead en hun nummer 1 Motorhead. Hole in Trinity. Er is nog een band op deze lijst die dat ook heeft gedaan en zoveel beter heeft gedaan in mijn mening. Het is een goede band, maar gewoon album na album na album klinkt gewoon. Het klinkt gewoon zo, ja. Het heeft gewoon weinig tot geen afwisseling. En dat is Motorhead voor je. Motorhead is een beetje, in mijn mening, de AC/DC van metal bands. Zeg maar heel veel albums met gewoon weinig afwisseling. Maar ze zijn wel heel populair en heel invloedrijk. Ze hebben gewoon heel veel andere artiesten geïnspireerd om een instrument op te pakken. Dus dat moet ik ze wel geven. Hele belangrijke band voor metal, maar niet mijn kopje thee. De bas van Lemmy is wel heel metal. Gewoon echt een hele goede bas. Ik ben vergeten wat ook weer de naam was, maar
Het is een goede bas, ik hou van het geluid. Ook gewoon die drummer, die heeft altijd iets in zijn mond. Ja. Ja, zoek dan maar uit. Val me op. Pantera. Ik heb deze band in zijn geheel geluisterd en ik moet zeggen dat het een beetje een gemixte zak is. Of nou ja, ik zeg niet dat Phil Anselmo, de zanger van de band, dat hij een zak is, niet per se. Maar het is een gemixt zakje van, je had een tijd met glam metal en je had een tijd met groove metal, waar ze nu bekend voor staan. Waar ze het populairst mee zijn geworden. En ik heb die albums nog wel eens op z'n tijd. De Cowboys from Hell tot en met Reinventing the Steel. Zeg maar die 5 albums daartussenin. En de eerste 2 die ik net opnoemde. Of de 2 albums die ik opnoemde. Maar dit is een beetje een band die... Zeg maar je houdt ervan of je haat ze. Je kan denken van... Ja, ik hou van Dimebag Darrell, fantastische gitarist. Maar dan kan je weer denken van, Phil Anselmo was een lul en hij heeft de band uit elkaar gedreven. Maar het gaat uiteindelijk om de muziek. Ik bedoel, wat er gebeurd is in Pantera en wat er gebeurd is met Dimebag Darrell, het is gebeurd, je kan er niks meer aan doen. Het is een beetje sneu. Maar hun muziek gewoon van 1990 tot en met 2000 was wel heel goed in mijn mening. In de jaren 90. Gewoon een hele goede metalband, in mijn mening. Misschien een beetje simplistisch voor sommigen, maar voor mij zijn ze wel de band om hier en daar op te zetten. Groove metal is niet per se echt mijn ding, maar Pantera is wel echt makkelijk de beste band in groove metal en de meest populaire. Waar het Watch Mojo over gaat in deze video. Of nou ja, in elk video ever van zomer. With the hiring of Phil Anselmo on vocals, Pantera went from a glam metal band to pioneers of the new wave of American heavy metal. Videos, though. They first distinguished themselves with the groove and thrash metal effort Cowboys from Hell, but within a few short years, they topped the charts. Oh yeah, I'm broken. Pantera's legacy continues to live on, despite their breakup and Dimebag Darrell's tragic death. Yeah, shit. Heeft Phil Anselmo een Manowar shirt aan? Dat heb ik niet goed gezien, maar ik ga offscreen even kijken van wat had hij aan. Daar ben ik wel benieuwd naar. Ja, best wel benieuwd. Maar ja, zoals ik al zei, Pantera... Goede band in mijn mening. Misschien een beetje te overschat, maar zeker een band om te checken als je nieuw bent in metal. En als je niet nieuw bent, dan ken je deze band, want het is een van de populairste. Nummer 7, Megadeth. Nummer 7, Watch Mojo. Nummer 7. Oh ja, Nick Mensen. Oh ja, ik had trouwens niet gezegd Lemmy Kilmister, rest in peace. Want hij is dit jaar overleden in januari. En je hebt dus Nick Menza's, of Megadeth's Nick Menza, de drummer van de band. Voor Rust in Peace tot en met Dystopia volgens mij. Dus voor een hele lange tijd. Rest in Peace, je was een geweldige drummer. En Holy Wars is best metal nummer. Ik bedoel, wat moet je nog meer zeggen? En als je het niet met mij eens bent... Fuck jou, nee. Nou, ofwel, nee. Ik weet het niet, maar ik bedoel Holy Wars. Voor mij, het is mijn favoriete metal nummer aller tijden. Maar, nou ja, als jij Megadeth kent, dan staat hij daar zeker aan de top. Daar ergens aan de top, dat weet ik sowieso. Metallica guitarist Dave Mustaine. Megadeth has had a revolving lineup since its inception.
So, the band remains a force in metal today, yeah, because they haven't lost any of their speed or intensity. Holy wars, baby. Ook, ook gewoon die naam Megadeth. Gewoon een atoombom, nucleaire bom's. Gewoon mega veel doden. Echt gewoon de meest badass metal naam ever. En Megadeth is nummer 7. Ik bedoel Rust in Peace. Need I Say More. Peace Cells. So Far So Good. So What. Fantastische metal albums. Check het. Check de albums. Vooral Rust in Peace. Ik bedoel, is er een beter album? Is er een beter metal album dan Rust in Peace? Dat is de vraag. Ik denk het niet. Guitar solos and volatile lyrics. They made a name for themselves as one of the big four early on. And have since earned gold records and a massive international following. Goed nummer. Anthrax. Dit is raar om te zien, want ik vind Anthrax een goede band, als ik eerlijk ben. Het is een beetje de piss-take band van de Big Four, want iedereen is altijd aan de pisspaal op Anthrax, omdat hun de zwakste band zijn uit de Big Four. Ik ben het daar niet per se mee eens, maar het is een goede band, maar ik zou ze niet boven Megadeth zetten en Pantera. Ik bedoel, dat zou ik niet doen. Maar het is zeker een goede band. Ik bedoel, van Spreading the Disease tot en met Persistence of Time. Of ja, nou ja, tenminste met Johnny Belladonna. Dat waren hele goede albums in mijn mening. Echt fantastisch. Among the Living, meesterwerk in mijn mening. Sound of White Noise, uniek. Nou, dan had je Worship Music. Ja, Worship Music, wat ik een van de beste albums vind van deze tijd. Een van de beste metal albums. Fantastisch album. En For All Kings. Ik bedoel, Anthrax gaat best wel goed deze dagen. Zeker een hele goede comeback van een band die voor een hele tijd inactief was. Ja, nou ja, wel een aantal jaar. Ik ga niet rekenen, maar 6, 7 jaar. Ja. 7 jaar volgens mij. Ja, goede band, maar ik zou ze niet op nummer 6 zetten. En boven Megadeth en Pantera. Dat zou ik niet doen, maar wel een goede band. Without Anthrax and the rest of the Big Four, thrash metal wouldn't be what it is today. One of the first thrash metal acts to gain major label. Dan kiezen ze wel weer een nummer met John Bush. Het is wel zijn beste nummer, maar Ik bedoel, kom op, laat even een Joey Belladonna nummer worden. Outfit helped define the genre with their rapid fire riffs and hardcore punk inspired ferocity. By adding humor to their lyrics or collaborating with hip hoppers public enemy, also showed they weren't afraid to experiment. De bas. Hoor die bas van hoe heet hij ook weer? Frank Bello? Volgens mij is hij Frank Bello. Weet ik niet zeker. Corrigeer me als ik het goed heb. Frank Bello's bas. Fantastische bassist. Ik bedoel, Need I Say More. Heb je die bas gehoord? Ja, gewoon op instrumentaal gebied is Anthrax zeker een band die in de Big Four thuis hoort. Dat moet ik wel zeker zeggen, maar ik zou ze niet op nummer 6 zetten, zoals ik al zei. SS Slayer. Slayer! Als ik een echte diehard Slayer fan was. Maar ik ben niet per se echt een fan van Slayer. Ik heb wel van hun eerste 5 albums genoten. Een klassieke materiaal, als je het zo wil noemen. En ja, daarna is het gewoon een band die in mijn mening gewoon bergafwaarts ging. Ik zou niet per se zeggen dat ze niks goeds meer hebben gemaakt. Want je had God's Haters al, World Painted Blood. Repentless van vorig jaar was ook nog wel oké, mijn mening.
Wat had je nog meer? Cry Solution vond ik wel goed. Je hebt nog wel genoeg albums na een klassieke periode. Maar dit is wel een van die bands die niet echt meer hun... Die zeg maar hun piek niet echt meer kan bereiken. Wat jammer is. Want Slayer is zeker een goede band, dat er niet van. Maar zeg maar hun fanbase is wel het meest rabid. Dus pas op met hun fanbase. En ja, verder, het is niet echt een band waar ik heel veel interesse in heb. Het is, ja, het is gewoon een beetje een simplistische band in mijn mening. Niet echt heel veel afwisseling. Je kan ze de AC/DC noemen van metal. Ik weet niet echt of ik ga er waarschijnlijk heel veel haat voor krijgen. Maar Slayer, goede band. Slayer! Maar ja, het is gewoon niet voor mij gelegd. Simpel als dat. Ik hou gewoon van wat meer... Gewoon complexe, meer afwisselende muziek. Ja, enough said. Slayer set the pace for thrash metal with the speed and aggression. Oh ja, Rain in Blood. Ja. Wel een heel goed headbanger. Throughout the years, the band built a reputation for technical mastery. Thanks to Tom Araya's raw vocals and bass, Jeff Hanneman's and Kerry King's dual guitar solos, and Dave, the godfather of the double bass, Lombardo on drums. Dave Lombardo, dat moet ik wel toegeven, is een van de beste drummers in metal. Dat mag zeker gezegd worden. Seasons in the Abyss, geweldig nummer. Vooral de solo van Jeff Hanneman en Kerry King. Geweldig. Echt een geweldige solo. Zeg maar, toen Slayer instrumentaal werd met dat nummer, dacht ik van, oh, gaat Slayer complexer worden? En toen hoorde ik Divine Intervention en toen, ja, nope. Ze werden niet complexer, ze werden alleen, ja... Ja, wat kan je erover zeggen? Schaamte. Despite their graphic and often controversial lyrics, the Grammy-winning Slayer has influenced many subgenres and metal acts. Eén van de beste in mijn mening, Seasons in the Abyss. Kwaliteit van de video, though. Dat hoorden jullie niet. Number 4, Judas Priest. Dit is wel een band waar ik op mijn kanaal een beetje kort af op was, want ik had weinig idee waar ik naar luisterde. Dus ik had een beetje een hele vage top 10 over ze gemaakt. Omdat ik wel een top 10 over ze wou maken, maar niet echt heel erg opgeleid op hem was. Ik had wel al een albums geluisterd en dat zijn echt 20 of zo. Holy shit. Maar. Wat wou ik ook weer zeggen? Ik was het vergeten, want ik had het maar één keer gehoord en het zijn zoveel albums. Dus ja, ik had geen idee en... Dit is zeker een band die erop hoort. Heel iconisch en ik bedoel... Ja, ik kan eigenlijk één woord zeggen en je zou begrijpen waarom ik het verdiend vind. Painkiller. If you're looking for pure heavy metal, look no further than Judas Priest. Beyond the Realms of Death. Fantastisch nummer. In the 1970s, these metal gods combined the double guitar style of K.K. Downing and Glenn Tipton with Rob Halford's theatrical vocals. De kwaliteit van de video daar. Aardappelkwaliteit. Oh ja. Ja. Ik denk dat het wel wat verder gaat dan kledingkeuze, maar Judas Priest is wel echt gewoon een tijdloze metalband die zeker op deze lijst hoort. En je moet gewoon van ze houden. Het is gewoon echt een fantastische metalband. De fans zijn ook wel best loyaal. Niet heel rabid in mijn mening. Best wel gerespecteerde metalfans. En daar ook van. Een fanbase die redelijk onder controle is. Redelijk van een band kan houden. Maar er ook weer niet heel rabid over kan doen. Of rabid over gaat doen. Dat is de perfecte fanbase voor je. En dat heeft Judas Priest zeker. Judas Priest heeft niet zoals Slayer dat
dat zeg maar je zegt Slayer, het is oké, maar ik vind ze niet heel goed, dan zou iemand naar de verdediging komen, ja nee, Slayer is best metal band, al die shit, weet je wel. Judas Priest heeft gewoon, ik vind de muziek goed, als jij het niet goed vindt, luister ergens anders naar. Ik respecteer jouw muzieksmaak als jij die van mij respecteert. Simpel als dat. Van zo'n fanbase moet je houden. Number 3, Metallica. Hoger dan Megadeth? Ik bedoel, Megadeth is beter, dus... ja, nee, ik zou... Nummer 3. Ja, ik zou het denk ik wel boven Judas Priest zetten, maar ik weet niet. Ik denk qua populariteit dat ze wel nummer 3 horen, want Ride the Lightning, Master of Puppets, Kill 'Em All zijn wel echt fantastische metal albums. Echt perfect in mijn mening, vrij perfecte metal albums. En Justice for All, heel goed. Black Album, beetje te soft in mijn mening voor een metal band, maar... Oh ja, deze band komt trouwens ook tevoorschijn op de top 10 greatest rock bands, dus... Ja, was mojo, go figure. Soften. Dat is wel waar, hè. Van een debuutalbum. Thanks to the Black Album and their technically astounding performances, their underground following turned into mainstream success and made them leaders in the genre. Wel, ja, het is tot deze dag nog wel steeds de meest populaire metalband als je baby metal niet meetelt ofzo. Fucking baby metal, echt waar. Ik haat ze niet, maar... Ze moeten nog een beetje ontwikkelen in mijn mening. En net zoals, ik weet niet of je de anime K-On! Kent. Dat is, dat, ja, ik begin weer over fucking anime. Maar dat is dus een anime met bandleden, ook uit Japan. Dus ik kan erover praten. Want baby metal komt uit Japan, metal, Japan, anime, noem het maar op. En zeg maar hun, dat is een band, een meidenband, net een beetje als baby metal. En die meiden die spelen dus ook, die spelen instrumenten. Dus baby metal, kijk K-On! En wees geïnspireerd en pak een instrument op. That's what I'm saying. Laat die mensen in kostuums niet jouw muziek spelen. Just saying. Maar Metallica, ja, goede metal band, maar... Ik weet niet, nummer 3, dat is wel een beetje hoog in mijn mening. En Megadeth stond veel te laag. Maar ja, wel zeker een metalband die hierop hoort. Want ik bedoel, zonder Metallica zou de lijst niet compleet zijn. Ja, dat is gewoon een feit. Ik bedoel, het heeft letterlijk metal in de naam. Metallica. Interessant. Nummer 2, Iron Maiden. Nummer 2. Zoals ik al zei, ik weet niet of ik het in mijn. Of ik het aan het begin zei, volgens mij wel. Iron Maiden is best metal band. Ik bedoel, ik kan echt de hele dag praten over Iron Maiden. Maar ik hoef eigenlijk maar die woorden te zeggen over Iron Maiden. Iron Maiden is best metal band. Nuff said. Ja, ik ben een beetje moe. Ik bedoel, je zou hier maar naar luisteren en je zou het maar niet op nummer 1 zetten. Dat is de grote vraag. Ik bedoel, hoor de bas. Je hoort de bas telkens op
elk nummer ever. Want Steve Harris is gewoon de leider van de band, de oprichter van de band. Dus hij wil altijd gehoord worden. En ja, het is bas, dus ik bedoel, kom op. Je moet de bas gewoon horen. En Iron Maiden heeft perfecte bas. En dat is niet eens in mijn mening, dat is een feit. Want luister maar eens naar Aces High of The Trooper. Daar hoor je gewoon bas. Daar hoor je bas terwijl het redelijk heavy is. En je blijft gewoon de bas de hele tijd horen. Gewoon door het hele nummer 1. En Run to the Hills heb je die bas solo op het einde. Gewoon echt. Iron Maiden is gewoon veel te perfect voor hun eigen... Voor hun eigen bestwil. Gewoon zo'n perfecte metal band. En ze staan op nummer 2. Ik bedoel, kom op. Known for their killer live shows, Maiden has always been open to trying new best things. Metal band. Continuously cited as an influence by scores of artists. The Trooper. Een van de beste. Number 1, Black Sabbath. Zeg maar dat ze het gecreëerd hebben. Je had natuurlijk Black Sabbath's debuutalbum. En dit is de band waar ik het over had. Black Sabbath, Holy Trinity. Dit is de band die metal bedacht heeft. En ik heb heel veel respect voor Black Sabbath dat zij de genre gecreëerd hebben. Daar ben ik heel blij mee, want ik hou van metal. Metal for life, je weet. Maar ze zijn niet de beste. Het feit dat je het hebt bedacht, betekent niet per se dat je de beste bent. Ik bedoel, Iron Maiden is in mijn mening gewoon echt 100 keer beter dan Black Sabbath. Maar natuurlijk, Black Sabbath heeft het uitgevonden. Maar ik vind andere bands gewoon zoveel beter, omdat het heavier was. Het was meer ontwikkeld, want Black Sabbath heeft het letterlijk bedacht. Omdat ze ook meer bluesrock en hardrock waren. Omdat ze meer van die uit die tijd kwamen. Zo heavy was het nog niet rond die tijd. Dus ik vind een geluid in mijn mening, als je het echt voor metal moet beoordelen, vind ik het een beetje onderontwikkeld. Een beetje een gemeen woord om voor Black Sabbath te gebruiken. Want begrijp me niet verkeerd. Het is een fantastische metalband. Echt een geweldige band. Maar ik zou ze niet op nummer 1 zetten. Maar dat is mijn mening. Ik bedoel, sommigen zien hun als nummer 1 en anderen weer niet. Maar het is zeker een band die je gewoon moet horen in je leven. En Iron Maiden. En ja, ik persoonlijk vind Iron Maiden gewoon beter. Maar dat is mijn mening. Ozzy isn't called the godfather of heavy metal for nothing. Iron Man. With Black Sabbath, the Prince of Darkness set the blueprint for heavy metal and countless subgenres. Alongside Tony Iommi's big bass riffs, his signature vocals and tormenting lyrics make for a dark and heavy blues rock sound unlike anything before. Though they solidified their status as heavy metal pioneers with the seminal Paranoid, the band continued to mark the genre with later lineups. Yeah, Paranoid is wel het betere album, maar Black Sabbath heeft gewoon de blueprint gezet. Boom! Metal was op de map. Dat moet je ze wel geven. Black Sabbath. Fantastisch nummer en fantastisch album van een fantastische metalband. Iron Maiden. It's too late. Ik weet vrij zeker dat als ik heavy metal bands kijk en mijn band staat er niet op, dat ze niet op hard rock bands staan. Ik weet het niet zeker, maar zo werkt dat niet, Watchmojo. Gewoon echt een fucking gebroken kanaal, jongen. Daarom ben ik er om deze shit te analyseren. Om te zeggen, dit is niet goed, dat had je verkeerd. Watchmojo. Echt waar, fucking hell. Maar dat was de video. Ik heb nog 1 minuutje om even de bands op te noemen die de lijst niet hebben gemaakt. En ik vraag me af, waar was Dead? Dead heeft een subgenre uitgevonden. Een van de meest
meest extreme of soort extreme metal die er waren, gewoon extreme metal. Gewoon, het is de band die death metal heeft uitgevonden. Waar was Opeth? Ik bedoel, waar was Opeth? Ik bedoel, kom op. Een van de beste progressive death metal bands ooit, die nu progressive rock zijn geworden. Ja, dat is afwisseling, mensen. Afwisseling. Motorhead, afwisseling. Ja, wie zal... Tool. Tool stond niet op de lijst. Beetje jammer. Een beetje weinig albums, maar wel echt een fantastische progressive metal band. Als we het over progressive metal bands hebben, Dream Theater stond er ook niet op. Ja, jammer, maar... Je kan er niks aan doen. Het gaat voornamelijk om populariteit. En progressive muziek maakt niet vaak de lijst. Omdat het nogal, ja... Het is niet echt gelegd om mainstream te zijn, om het zo te zeggen. Maar ik sluit hem hier af, omdat ik al een half uur bezig ben. Dus ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. En van de rock video die ik morgen ga uploaden. En dan is het oudjaarsdag. Dus ja, ik dacht... Laten we het jaar afsluiten door gewoon de beste metalbands en de beste rockbands. Of nee, niet per se dat ze dat zijn, maar gewoon om daarop te reageren, die video's. Dus ja, ik hoop dat jullie van die twee video's genoten hebben. Van deze natuurlijk en de rockvideo. En dan, ja, dan wens ik jullie allemaal een fijne jaarwisseling. En ja, keep metal alive. Ja, gewoon keep metal alive en up the irons.